Hartelijk welkom iedereen bij een gloednieuwe video. Vandaag zijn we hier op Some Freaky Gamers met een wel heel bijzondere tag. Vandaag doen we de What's on my computer tag. Het is eigenlijk een soort van video waar wij in tonen waarmee we recorden, waar we mee werken en zo. Dus nu zijn we op het bureaublad. En zien we al een heel pak programma's dat ik het meeste gebruik. Zoals After Effects, Photoshop en vooral nog een aantal andere programma's. Ook mensen hebben hier OBS en Spotify is ook zeer handig. Dit programma gebruik ik vooral voor het downloaden van muziek, zoals jullie hier zien. Als we naar de hoofdmap Some Freaky Gamers gaan, komen we hierop uit. Echt wel zeer handig. Want je hebt er echt al heel veel dingen. Zoals alle intro's van ons, outro's, Sony Vegas projecten, echt alles mensen. En ook onze thumbnails en dergelijke. Hebben we ook nog voor de mensen die een kleine preview willen van de presets van de livestream, hebben we hier een speciale preview voor jullie. Dit zijn al onze overlays. Als we dan hierna komen, terug op het desktopscherm, hebben wij eigenlijk heel wat programma's dat we regelmatig gebruiken. Dit is echt al een enorme lijst. Ik ga er een paar uit te nemen. Zoals hier, de Broadcaster gebruik ik minder, vroeger vooral. Nu ben ik overschakeld meestal op OBS. Maar toch wel, het zijn nog nice programma's. Dan hebben we hier ook nog andere dingen zoals Virtueel DJ, echt wel heel nice. En dan de andere programma's om de computer op te cleanen. Zoals hier ook. Echt wel handige programma's, dus zoals FL Studio. Fraps heb ik eigenlijk nooit gebruikt voor YouTube. Echt heel in het begin op mijn eerste kanaal wel. Maar Fraps vind ik minder goed. Sorry mensen. Dan zijn we aangekomen in een zeer handige tool, namelijk die GeForce Experience. Echt wel nice bij mijn nieuwe grafische kaart. Oké mensen, zoals jullie zien, dit is de GeForce Experience. Zeer handig om je game te optimaliseren. Echt wel mensen. Pro Tool, geleverd bij de GTX 960. Wat zit er dus eigenlijk in mijn computer? Namelijk 16 GB DDR3 RAM geheugen, een i7 processor en een GTX 960 graphics card. Dan zijn we eigenlijk aangekomen bij de programma's nog altijd. Ook een zeer handig programma is namelijk dit. Wacht, mensen. Echt zijn er zeer veel. Ik vind hem niet direct. Maar we gaan even een capture image doen. En dan kun je dit natuurlijk doen. Dit is zeer handig. En zoals jullie zien, daar kun je eigenlijk mee screenshots nemen. En die worden direct geüpload naar een website. Zoals jullie hier zien. Echt handig mensen. Handig tool, het is volledig gratis en zeer handig om screenshots te delen met andere mensen. De MSI Gaming app is ook heel handig, zoals jullie hier zien. Ik zal hem even op mijn ander scherm halen. Allemaal dingen om je beeld te veranderen. Handig mensen echt. Maar we houden het gewoon bij de gaming modus. Dan heb je ook nog de Afterburner. Ik hoop dat hierin zit. Ja, Afterburner is ook zeer handig. Vooral voor overklokking is hier aan te raden. Is denk ik ook enkel voor Nvidia kaarten. Zoals jullie zien kun je dan hier echt overklokken en zo voor tijdens het gamen.
Zoals jullie nu gaan horen, gaat echt de fan speed omhoog. Maar dat gaan we niet doen. Oké, mensen. En we gaan verder met onze rondleiding. Dan zijn we aangekomen bij de games. We hebben ook een aantal games. We hebben ook nog andere games die hier niet tussen staan. Binnenkort hebben we ook GTA voor tijdens de livestream. En ook nog andere games zoals Minecraft. Echt fantastische games. En natuurlijk COD Advanced Warfare. Dit was het dan voor deze video. Een like al maar met uw leven. Oké, mensen, dan zeg ik maar één ding. Tot de volgende. Be there 17 april om 4 uur. Twitch.tv/somefreakygamers. Vrijdag is er helaas geen video. Om bepaalde redenen. Like, abonneer en reageer. Tot de volgende.